De eerste, 101. Ben, aanrijding auto met trein, Almelo-Hengelo, kilometrering 9,8. Persoon leeft nog, jullie worden met Prio 1 ter plaatse verzorgd. Doe jouw ding, bijzonderheden hoor je nog van mij. We hebben van ProRail incidentenregie een nieuwe locatie gekregen. De Harms Medekade bijna in de binnenstad van Zwolle. De locatie waar we nu in zitten, dat is een voormalig brandweerkazerne van de brandweer Zwolle. En vanwege de uitbreiding van Zwolle zijn de posten allemaal verplaatst en toen kwam dit vrij. En voor ons een ideale locatie dus. Deze locatie is beter. Eén, we hebben een hele grote garage waar we ook kunnen oefenen. Die hadden we op de vorige locatie niet. En we zitten hier, zowel als we links of rechts uitrijden, heel snel op de snelweg, dus de uitvalswegen. Het voordeel van de communicatie is dat ik nu op kantoor zit met de desbetreffende officier van dienst. Dus hele korte lijntjes, wat de uitvoering buiten weer te goede komt, zodat de trein weer snel kan rijden. Je weet precies wat je in elkaar hebt, wie gaat wat doen. En natuurlijk kan dat ook telefonisch, ook daar zijn we op getraind. Maar even elkaar in de ogen kijken werkt zoveel gemakkelijker van je kent elkaar inmiddels. Hè? Van, ja, ik heb soms aan een blik heb je nou genoeg. Ons streven is altijd om je reiziger natuurlijk zo snel mogelijk op weg te helpen. En we zouden wat sneller ter plekke kunnen zijn. Dus ook sneller oortjes en ogen op de plaats. Dus ik denk dat de reiziger er zeker bij gebaat is in de toekomst. Dit is niet de enige post of uitreikpost. We hebben er nog 4 in het hele land. Vanuit die posten bestrijken we het hele land. De ongevallenbestrijding komt in actie als er aanrijdingen zijn met treinen, ongevallen met gevaarlijke stoffen, bomen op de weg, gestrande treinen. En dan komen wij in actie om het allemaal weer zo snel mogelijk te laten rijden.